Vanaf het moment dat ik begon met fotografie was ik altijd al geïnteresseerd in middenformaatcamera's. Want middenformaatcamera's, ik weet niet wat het is, ik weet niet hoe ik het moet omschrijven, maar deze hebben gewoon net dat beetje extra, dat randje, wat je gewoon met geen enkel ander type camera kan krijgen. Daarom was ik zeer vereerd dat Fujifilm mij gevraagd heeft om hun nieuwe Fujifilm GFX 50 S2 middenformaat systeemcamera te testen. En testen, dat hebben we gedaan. We zijn naar Terschelling geweest om een portretserie te maken over het eiland en over strandjutten. Dit heeft de camera diverse uitdagingen gegeven. Het formaat van de camera was heel erg fijn, omdat deze weer een stuk kleiner en lichter is dan de vorige versie. Hierdoor kon je er met gemak lange dagen mee werken. Het gaat voor mij niet zozeer om het aantal megapixels, maar om de kwaliteit van de megapixels. En omdat de middelformaat sensor lekker groot is, heeft de sensor ook weer grotere pixels. Wat de pixels net wat meer ruimte geeft om te ademen en om licht op te nemen. Wat resulteert in niet alleen een groot dynamisch bereik, maar ook zeer weinig ruis bij moeilijke lichtomstandigheden. Zoals bij de portretten met de vuurtorenwachter bij ondergaande zon, welke op ISO 8000 gemaakt zijn en er bijna geen ruis in de foto zit. De objectieven zijn ook gewoon gemaakt voor hoge resolutie camera's. Dit in combinatie met de IBIS zorgt ervoor dat je ook uit de hand op langere sluitertijden nog steeds superscherpe foto's kan blijven maken. Deze camera heeft ook weer alle filmsimulaties. Classic Chrome en Pronig High zijn mijn favoriete filmsimulaties voor bij portretfotografie. Het geeft mij al zo'n pak en beet 85 tot 90% van de look die ik wil hebben. En dit zorgt ervoor dat ik minder tijd aan nabewerking hoef te besteden. En dit geeft mij weer meer tijd om mij te focussen op de dingen die echt belangrijk zijn in het leven. Want als er één ding is wat ik super belangrijk vind met mijn portretfotografie en als ik aan het werk ben, is dat ik een camera heb waar ik op kan vertrouwen. Dat ik niet in menu's hoef te zoeken naar bepaalde functies, dat ik door mijn viewfinder kan kijken, het beeld kan zien wat ik wil hebben en als ik afdruk de foto gelijk terug kan zien. En dan zien dat de foto eigenlijk al bijna helemaal is zoals ik hem wil hebben en ik zo min mogelijk nog in nabewerking hoef te doen. Ik wil apparatuur hebben waar ik op kan vertrouwen. Dat als ik op het strand sta en wind en zand tegen me aanblaast. Of in de zee sta met golven. Of op een boot in de regen. Dat de camera het gewoon zonder problemen blijft doen. Bij dit soort projecten kan er van alles fout gaan. Maar van alles was het de camera waar ik mij het minste zorgen om maakte. Deze bleef gewoon presteren. De vernieuwde autofocus was erg fijn. Zelfs met vol tegenlicht bleef de camera gewoon goed op de persoon scherp stellen. Dit zorgde ervoor dat de camera er zo klein mogelijk obstakel was tussen mij en mijn onderwerp. Dit gaf mij de ruimte om betrokken te zijn bij en op mijn onderwerp. Ik kon de foto's maken die ik zocht en dat is gewoon het allerbelangrijkste bij portretfotografie. Deze camera is er gewoon voor gemaakt om de middenformaatcamera uit de studio te halen en in het veld mee te nemen. En uiteindelijk prachtige grote prints mee af te leveren. Dit alles maakt voor mij dat een middenformaatcamera altijd meer geeft dan een full-frame camera. Ik ben Ferry Knijn, portretfotograaf, documentairemaker en vooral ook een trotse Fujifilm X-fotografer.